Hallo. Deze Thomas heeft eigenlijk helemaal niet tegen uw auto aangezeten. Ik ben Niels van Onrecht, dit is Mark van Onrecht. We willen u namelijk even spreken. Oké. Nederland heeft ze weer nodig. De helden zonder capes. De stille helden. En ja, dat zijn wij. We zijn er nu toch? Ja. En we hebben ook een hele grote zaak. Het gaat over gedupeerde kinderen. Ja. En Yvonne is de moeder van een van die gedupeerde kinderen. Die woont in IJmuiden. Ja. En kennelijk zijn we daar nu bijna. Ik begrijp wel waarom de oplichter hier niet is komen opdagen. Ja, want, ik zit zo te kijken. Ik was ook lekker in mijn bed blijven liggen. Wil je nog niet dood gevonden worden? Godsamme. Zullen we omkeren? Die dood. Zo. Oh, dit is het. Nou. Maar ik zie hier al een kind en het kind kijkt ook heel boos. Goeiedag. Hé, hey, Yvonne. Yvonne, toch? Is dat bij Yvonne? Even kijken. Ja, dat is Yvonne. Dat is Yvonne. Jullie zijn de gedupeerden. Oh, jullie hebben een feestje gehad. Ja, en dat feestje, daar draait het in deze zaak om. Yvonne wilde voor het eerst in 2 jaar een knalfuif organiseren voor haar 4 kinderen. De 2 oudsten mochten zelfs hun hele klas uitnodigen. Het moest echt een onvergetelijke party worden. En daarom had Yvonne een Amsterdams bedrijf ingeschakeld, gespecialiseerd in kinderfeestjes. De eigenaresse, ene Daphne, zou een prinses leveren, een schminker en als klap op de vuurpijl een heuse pony. Maar als het feest dan begint, komt Daphne niet opdagen. 50 kinderhartjes worden keihard gebroken. Hoe vonden de kinderen dat? Niet echt. Niet leuk. Dat is een understatement, denk ik. Dat is... Laat ze even zelf praten. Omdat ze zouden komen en heel veel kinderen uit mijn klas wouden heel graag pony rijden. En dat kon dus niet. Jij hebt eigenlijk heel veel kinderen teleurgesteld. Ja. Maar zij... Daphne heeft de kids laten zitten. Ja. Weet je, jij kan er een grapje om maken, maar het is natuurlijk wel heel erg dat je niet op komt dagen terwijl je kinderen iets belooft. Ben jij wel eens teleurgesteld geweest? Nee, ik had hele rijke ouders. Dus. Nice, ik ook. Maar als ik dit nou allemaal aanhoor, wat wil jij van ons? Ik zou het fijn vinden als hij de beloftes niet meer doet, dat ze naar een kinderfeest gaat. Als ze niet kan, dat ze afzegt. En ik neem ook aan dat jullie gewoon sorry willen horen voor wat zij stout heeft gedaan. Ja. Heeft ze ook een aanbetaling gekregen? Nee. Dat niet? Nee. Dus het is niet echt een oplichter? Nee, dat vind ik dus ergens ook wel een beetje jammer. Kijk, als ik aanbetaald had, was ik mijn geld kwijt geweest, maar ik had er wel een zaak van kunnen maken. Ja. En nu kun je eigenlijk net niks. Het gaat dus om Daphne en haar kinderfeestjesbedrijf. Doel is uiteindelijk excuses van haar te krijgen voor het niet nakomen van haar afspraken. Maar eerst moeten de jongens meer over haar praktijken te weten komen. Tijd voor een diepgravend onderzoek. Helaas zijn zij vandaag niet komen opdagen. Uren hebben wij in spanning gezeten. Na vele sms'jes en whatsappjes en telefoontjes waar zij niet meer op reageerden, hadden wij de hoop opgegeven en moesten wij onze dochter vertellen dat de prinsessen niet kwamen op haar verjaardag. Nou, dat klinkt niet heel positief. Nee, dat is echt niet leuk. Hier, ik ben woest. Oh. Hier, nog één. Het is dat het niet lager als 1 ster kan. In 1 woord onprofessioneel. Meer woorden wil ik er niet aan kwijt. Dit is even een greep uit de negatieve recensie. Kritiek? Hier. Ik denk dat Yvonne niet de enige is. Eigenares Daphne krijgt net iets te vaak het verwijt niet te zijn komen opdagen. En dat zonder af te zeggen en ook zonder excuses achteraf. Hierdoor zijn te veel kinderen heel erg teleurgesteld. Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook veel goede reviews. Als zij komt opdagen, levert ze een goede dienst. Dus ja. Het klinkt gewoon als een eenmanszaakje die de boel niet op orde heeft. Wow, wat een scherpe situatieanalyse. Nou, thanks. Ik was er ook wel trots op. Iemand met een lamp. Heel irritant, dat licht ook de hele tijd. Ja. Doe die lamp alsjeblieft weg en ga serieus werk doen.
Kunnen wij ook even lunchen. Het is tijd om Daphne te confronteren. En we hebben daarvoor een ingenieus plan in werking gesteld. We organiseren een kinderfeestje en hebben Daphne geboekt om met als prinses op te komen leuken. Grote vraag is of ze dit keer wel komt opdagen. Maar zo ja, dan zullen Mark en Niels haar stevig toespreken. Nu het bijna zover is, polst Niels nog even bij zijn partner in hoeverre hij op hem kan bouwen. Ben jij eigenlijk een beetje bang? Bang aangelegd? Ja? Nee. Je hebt toch mijn filmpjes gezien. Ik ben een ongelofelijke... Nou, ik zeg je wel, soms een beetje terugdeinzen. Jij vindt mij bang aangelegd? Nou, je bent enthousiast, maar soms wat overmoedig. Maar ik vind je ook wel een beetje... Een klein beetje een blaaskaakje. Ik vind het gewoon niet leuk als je me een blaaskaak noemt. Nee, ik vind het gewoon niet leuk. Ik ben helemaal geen blaaskaak. Nee. Want ik vind het ook niet leuk als je zegt dat ik bang ben aangelegd. Nee. Het feest kan bijna losbarsten. Oh, wat leuk! Hier is het! We hebben zelfs wat rancuneuze kindertjes geregeld. Onder wie de gedupeerde kotertjes van Yvonne. Jij komt uit Oud-Zuid, toch? Ja, maar wel het duurste gedeelte van Oud-Zuid. Dus niet Oud-Zuid van... maar echt gewoon... Hmm. Dus ik had ook nooit dit soort feestjes. De laatste voorbereidingen worden getroffen en hopelijk maakt prinses Daphne zo haar opwachting. Omdat de jongens haar wel op de juiste wijze willen aanspreken, bellen ze nog snel even naar royalty-deskundige Justine Marcella. Dag Justine. Nou hebben wij toevallig een afspraak met een prinses. Hoe moeten wij dat gesprek ingaan? Een prinses spreekt je aan als prinses en dat is een koninklijke hoogheid. Dat hoef je maar één keer te zeggen. Daarna kun je volstaan met mevrouw. En hoe behandel je een stoute prinses? Ik denk dat je een prinses niet heel veel anders behandelt dan welke dame dan ook. Dus vol respect. Dus wel gewoon billenkoek geven als ze iets stout heeft gedaan? Nou, dat zou ik dus niet doen. Jullie als YouTuber... Wat YouTuber? Zijn ze nou, YouTubers? Wij zijn tv-makers tegenwoordig. Het hoofdredacteurtje noemde ons maar even YouTubers. Zo. Nou, lang leven de Republiek. Ja, doei. En daar komt de prinses. Hey. Ze komt deze keer in ieder geval wel opdagen. Laten we met z'n allen naar de prinses rennen. Maar het is eigenares Daphne helemaal niet. Ze blijkt op vakantie te zijn en heeft een vervangprinses gestuurd die niets met het hele verhaal te maken heeft. En dan doet haar muziek het ook al niet. We hebben een feestje zonder muziek. Nee. Wat een domper dit. We hebben in ieder geval de prinses. Ja. We laten het feestje maar gewoon doorgaan. Daphne komt dan wel een andere keer aan de beurt. Hé hey Mark, dit begint toch nog wel een leuk feestje te worden. Maar nu onze kans op een confrontatie verkeken is, houden we het wel zo kort mogelijk. Ik vond het echt het allerslechtste en saaiste kinderfeestje ooit. Ja. Die prinses die had gewoon sneakers aan. Nou, het is niet echt prinseswaardig. Volgens mij was het ook niet haar echte haar. Ze hebt die kinderen helemaal verminkt. Ja, versminkt. Versminkt. En deze hoorn is ook niet echt een hoorn. Daphne is nu voortvluchtig, maar ze is nog niet van ons af, hè? Nee. Absoluut. Dus daarom gaan we nu een taart uitdelen. Dit is een taart met de afbeelding van Daphne erop. En dan denk ik dat de gedupeerde even de taart mag aansnijden. En dan mag je ook wel even richting de camera even zeggen van Daphne, we pakken je. Oké, 3, 2, 1. Daphne, we pakken je. Oh. Ja! Confrontatiepoging nummer 2. We wachten niet meer af tot de prinses naar ons toe komt, maar gaan nu zelf op haar af. En de spanning neemt toe. Ze is dus binnen nu, hè? Nu binnen, ja. Gordijntjes zitten dicht. Prinses, daar ben ik niet echt bang voor, maar wel voor haar lakai. Ik weet niet wie haar vriend is. Zij heeft een redelijk volle, forse lakai, volgens mij. Echt waar? Ja, ja. Donker van huidskleur mochten mensen hem zien. Begin op. Oké, er zit nu een man naar ons te kijken. Misschien moeten wij even doen alsof we een koppeltje zijn. Er is niks aan de hand. Nee. Hij zit hier gewoon te tongen. Ja. Vals alarm, want deze lakei loopt het kasteel voorbij.
En nu er geen goede reden meer is om elkaar te bespringen, slaat bij het posten de verveling al snel toe. Moeten wij niet aanbellen? Een ingeving. Er wordt een plan bedacht waarvoor we ons meest nutteloze medewerker inzetten. Producer Thomas. Hij staat hier met zijn auto. Hij heeft per ongeluk schade gereden aan de auto van onze lieve prinses. Ja. En dan gaat ze kijken zo. En dan ziet ze helemaal geen schade. En dan staan wij daar. Okay. Ons plan werkt. Tijd om deze ongemanierde prinses wat hoffelijkheid bij te brengen. Hallo. Deze Thomas heeft eigenlijk helemaal niet tegen uw auto aangezeten. Ik ben Niels van Onrecht, dit is Mark van Onrecht. We willen u namelijk even spreken. Oké. Want er is wat gebeurd. U als prinses heeft een aantal zaken niet zo heel netjes gedaan. Ja. We hebben namelijk Yvonne gesproken. En u bent een keer niet komen opdagen als prinses zijnde en nou is op een kinderfeestje. En ik kijk natuurlijk alsof u nergens vanaf hebt. Ik bedoel, het is natuurlijk niet alleen bij Yvonne gebleven. Er zijn zieken geweest, uitval geweest. En daarbij zijn er bedreigingen geweest naar ons toe. Want wat voor een dreigende verhalen zijn er vanuit Yvonne's kant gekomen? Nou, haar partner die bleef maar bellen en berichtjes sturen. Dat is ook niet eens heel gek als er helemaal niet wordt gereageerd. Want... Ja, er wordt wel gereageerd. En dag later. Smoes op smoes op smoes en uiteindelijk geen bericht weer. Als de ring vaststaat en je loopt uit, dan loopt het gewoon anders. Bel haar persoonlijk op dan. Maar als ik bijvoorbeeld op een feestje sta, dan gebruiken de telefoons niet meer. Daphne heeft het één excuus na het andere. En lijkt er niet van doordrongen dat kinderen teleurstellen een doodzonde is. Ze vindt ook dat ze het goed oplost door ouders ter compensatie achteraf nog wat aan te bieden. We hebben een alternatief voor die moeder de volgende dag aangeboden. Maar dat was natuurlijk de most na de maaltijd, want het feestje is al geweest. Dus dan is het heel raar. Maar met dit soort werk kan je het dan niet meer goed doen. Ik vind het gewoon een beetje raar dat de hele dag geen contact is geweest. Ook 's avonds niet. U heeft echt wel een keer tijd op de dag om even contact op te nemen. Er wordt een dag later pas... met haar geweest. Ja, maar veel te laat. Dat kan echt wel met meer passie. Jawel, jawel. Het is gewoon ook gewoon soms druk. En zo, ja, dan loopt het gewoon anders en anders, ja. Volgens Daphne heeft ze maatregelen genomen om haar zaken op orde te krijgen. Zoals het aannemen van een extra kracht. Wij zijn nu bezig met verbetering. Okay. We willen gewoon dit voorkomen in de toekomst natuurlijk, voor iedereen. Voor de klant en voor mij ook. Ja. Want ik vind het zelf ook natuurlijk helemaal niet leuk. Dus u kunt zo meteen beloven dat dit nooit meer gaat gebeuren? Meer kan ik nooit zeggen. Dat iemand niet komt dagen, dat kan. Maar dan wel het contact. Ja, het contact, dat het contact er is. Ja. Nou, mooi. Daphne belooft beterschap. De jongens bellen naar Yvonne om het goede nieuws over te brengen. Maar omdat er iets met de verbinding mis is, kunnen we dit niet laten horen. Je lippen lopen niet synchroon met het beeld. Zeg eens wat. Direct door dan maar naar de onderlinge evaluatie. Ongelooflijk goed gedaan. Jij ook. Ja. We zaten er boven. Echt, we hebben haar niet zomaar laten gaan. Nee. Je was adrem, snel. Je was ook niet heel boos. Je was echt een misdaadjournalist. Nou, ik denk eigenlijk dat er ook wel progressie of zo dan... En nou komt de kritiek. Oh. Ik vond dat jij wat te hard van stapel liep met uit de auto gaan. Ja, we hadden nog niet een volledige, unanieme beslissing genomen. Nee, wel zouden gaan. Nu mijn kritiek vanuit mij naar jou toe. Ik vond dat je wat te laat uit de auto kwam. Dik tevreden met hun behaalde resultaat sluiten de jongens de dag af.